Vooral omdat ze zich heel goed kunnen verstoppen. Ik ben eigenlijk bang voor alles wat zich heel goed kan verstoppen. Maar ja, eigenlijk ben ik voor alles bang. En daarom noemen ze me ook wel bang poepert Sjors. Maar ik ben vooral heel erg bang voor alles wat zich heel goed kan verstoppen. Want alles wat zich heel goed kan verstoppen, kan je ook supergoed laten schrikken. En daar hou ik niet van. Weet je wat ik gelezen heb trouwens? He? Ik heb gelezen dat spinnen die vangen vliegjes in hun web en die wikkelen ze dan helemaal in en daarna zuigen ze leeg. Is toch super eng? Ik ben ook heel bang voor krokodillen trouwens. Ik denk altijd dat ze onder mijn bed zitten en dat als ik dan uit bed stap dat ze in mijn been bijten en dan heb ik allemaal krokodillentanden in mijn been zitten. En mijn moeder zegt dat dat niet kan, maar ja, wat is zij er nou van? Helemaal niks. Nee. Dus ik spring altijd in en uit bed, want dan kan de krokodil er net niet bij. John, hoor ik je nou nog steeds? Je zou toch gaan slapen? Ja, sorry mam, ik was nog even aan het lezen. Ben je nog steeds aan het lezen? Dat is super spannend. Leg het boek nu maar weg. Nog één bladzijde? Nee, die bladzijde kan wel wachten tot morgen. Ik heb al twee glazen water gebracht. Maar ik heb echt super dorst. Drink eerst die twee glazen dan maar leeg. Ik denk dat ik moet plassen. Voordat je naar bed ging heb je al geplast. Moet je nu alweer? Ja, ik moet super nodig. Hou het maar op, het gaat straks vanzelf al weg. Nee, dat klopt dat. Nee, zombies bestaan niet. Het is allemaal nep. Ga dan maar slapen, George. Oké. Slaap lekker. Rusten. En tot morgen. Tot morgen. Hopelijk. Dat vind ik een gekke naam. Maar George,
speciaal voor jou. Ik vind de klaag die heeft ons gestuurd. Oh, hij is wel echt heel bang, jongens. Ik heb een idee. Piet Overleg. Ik weet het. Wij zijn Pieten. En wij zijn nergens bang voor. Mijn shirts nou eens meenemen naar het pakjeshuis. En mijn Pieten training geven. Dan is hij ook nergens meer bang voor. Oh, ja. Zullen we dat doen? Ja. Dat gaan we doen. Ja. Ja. Thank you.
de naam vertellen van Barbara Poepert. Wij zijn geen Barbara Poepert. Klein beetje wel. Pietje, kom maar bij, kom maar bij. Pieter? Ja? Dat is een pakje vrachtauto met allemaal nieuwe cadeautjes! Al die cadeautjes? Ja? Die moeten nog worden ingepakt! Oh. En 25 december! Wat? Oh. Jongens, inpakken! Telefoon! 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 Met George! Oh, hallo Sinterklaas. Piet, George. Nee, ik ben gewoon George. Ja, Barbara Poepert, George, ja. Maar ik ben geen Barbara Poepert meer, hè, sinds kort. Ja, in een pakhuis. Hoezo geen kinderen in een pakhuis? Hoezo kinderen in een pakhuis? Ja, maar geen kinderen in een pakhuis. Voor mij? Ja.
George. Ik hoorde dat je bang was voor alles om je heen. Voor spinnen en voor geesten en krokodillentanden in je been. Je bent bang in het donker en bang in het licht. En bang voor je enge tante met de vrat op haar gezicht. En dan klopt het hele enge vieze haar. Hoogtevrees en dieptevrees en zombies bovendien. En voor alles wat ze goed kan verstoppen. De Sint heeft het allemaal gezien. Ik wil je graag zeggen dat dat helemaal niet geeft. Zelfs de Sint is wel eens bang. Ook hij bibbert, hield en beeft. Maar weet je wat zo mooi is, George, aan bang zijn in het algemeen? Het geeft je de kans om dapper te zijn. Voor je het weet, ben je over al je angsten heen. En daarna kan je alle bange poepers helpen die je in je leven ontmoet. Net zoals een super dappere superheld dat doet. Dat ben ik. Ik beloof, als je lekker gaat slapen vannacht, dat er morgen een mooi cadeautje wacht.